Bioscoop Images aan de Poelestraat is afgelopen zaterdagochtend aan een ramp ontsnapt. In de opslagruimte achter de bioscoop ontstond rond 7:45 een felle brand. De opslagruimte was al enige tijd gekraakt. De brand was snel onder controle omdat de brandweer tijdig in kon grijpen. De opslagruimte is volledig uitgebrand en de bioscoop heeft vooral last van rook- en waterschade. Ik was natuurlijk zaterdag was ik echt woedend over alles wat er gebeurde. Ook trouwens heel erg geschrokken, want je schrik je dood. Je denkt, je hoort het bericht van het staat in de fik. En je denkt, oh god, hoe gaan we dit gaan we nu krijgen? Waar ik altijd al bang voor was is dan gebeurd. Dus daar, op een niet leuke wijze natuurlijk. De directeur van de bioscoop maakte zich al zorgen over de brandveiligheid sinds de kraker ruim 2 maanden geleden de schuur als woning ging gebruiken. De stelling van de brandweer is, het voldoet aan de brandveiligheidseisen en klaar. That's it. En ook al, wat iedereen met gezond verstand kan verzinnen van, het is gewoon een onveilige situatie. Ook al voldoet het aan bepaalde regels, daar kwam ik er gewoon niet mee door. Maar ook, ook de verzekeringsmaatschappij heeft dan ook niet genoeg overredingskracht gehad. Want die heeft ook contact gezocht met de brandweer. Van, wat doen we hier nou mee? Het is gewoon niet veilig daar. Ook de politiek maakte zich zorgen over de aanwezigheid van de kraker. Nu de gevreesde brand is uitgebroken, vraagt de VVD zich af wie er verantwoordelijk is. We willen eerst kijken hoe het zit. En had de brandweer hier misschien meer bevoegdheden gehad? Of had de burgemeester hier misschien moeten ingrijpen? Ik weet dat de directeur van Image heeft bij herhaling ook erop gewezen op de situatie achter het pand. En dus daarom stellen wij die vragen ook. We willen eerst geen vingerwijzing doen. Het is ook een optelsom van wetgeving natuurlijk. Hè, dus die deze situatie ook tot stand heeft gebracht. En we willen gewoon opheldering over hoe het zit met die brandveiligheidstest. En vervolgens ook hadden we dus eigenlijk eerder moeten ingrijpen op basis van de informatie die we dus hadden. En daar willen we graag eerst antwoord op. En dan komen we ook op de vraag van, wie is wanneer aansprakelijk geweest in deze situatie? Het hoofd van de brandweer, burgemeester Wallagen, is niet onder de indruk van de kritiek en ontkent verantwoordelijk te zijn. Het is heel akelig, dat is absoluut waar. Maar er worden veel panden gekraakt in de stad. En ik treed altijd op als op basis van onderzoek van de brandweer blijkt dat het gevaarlijk is. Dat was hier niet aan de orde, dan kan er toch brand ontstaan. Dat is natuurlijk heel zuur. In de eerste plaats voor de kraker, want die liep daar behoorlijk grote risico's. Maar de beoordeling van de brandweer, het is niet gevaarlijk. Je hoeft die betrokkenen er niet uit te halen. Ook met terugwerkende kracht, ook bij brand, moet ik vaststellen dat ze daar gelijk in hadden.